Hoofdstuk 15 Relativiteit, paragraaf 5 Magnetisme, massa en licht. Dit is alweer de laatste paragraaf van hoofdstuk 15. Ik begon dit hoofdstuk met deze drie hoofdrolspelers: Lorentz, Einstein en Maxwell. In deze video komen we terug op de theorie van Maxwell voor elektromagnetisme en hoe de relativiteitstheorie van Einstein daar al ingebakken is. In deze video komen de volgende onderwerpen aan bod. We kijken dus nogmaals naar elektromagnetisme en relativiteit. Dan kijken we hoe de tweede wet van Newton wel Galilei-invariant is, maar niet Lorentz-invariant. En als gevolg daarvan zijn impuls en energie anders in de theorie van Einstein. Daar heb ik drie voorbeeldopgaven over: over deeltjes versnellen, over de beroemde formule E is mc en over de snelheid van protonen in de Large Hadron Collider, de deeltjesversneller van CERN bij Genève in Zwitserland. In de tweede video hebben we gekeken naar licht, en daar komen we nu ook op terug. Dan een verdiepend stukje over hoe snelheden optellen. Tot slot een voorbeeldopgave over hoe die snelheden optellen in een voorbeeldopgave. Ik sluit af met een stukje verdieping weer over wat er nou in deze theorie wel gelijk blijft. En er zijn een heleboel dingen die niet gelijk zijn, maar er zijn ook dingen die wel gelijk blijven. Nou stel je nou voor dat er een stroomdraad is met daar ergens een elektron naast. Het elektron beweegt met een snelheid naar boven. Door de draad loopt een elektrische stroom naar beneden. Je hebt geleerd dat rond een stroomdraad een magneetveld ontstaat. Met je rechterhand kun je bepalen dat het magneetveld bij het elektron het scherm uitkomt naar je toe. En je hebt ook geleerd dat er op een lading die door een magneetveld beweegt een Lorentzkracht werkt. Je kunt met je linkerhand bepalen in welke richting de Lorentzkracht werkt. Nou, dit is een negatief geladen deeltje, dus je vingers wijzen tegen de bewegingsrichting in, houd je vingers dus naar beneden. Je vangt de veldlijnen met je handpalm op, dus je handpalm is naar het scherm gericht en dan wijst je duim als het goed is naar links. Dus de Lorentzkracht is naar links gericht. Maar stel je nu eens voor dat je met het elektron meebeweegt en dat je dan in de situatie kijkt vanuit het stelsel van het elektron. Het elektron staat stil en de draad beweegt. Maar er is dus ook geen geladen deeltje dat door een magneetveld beweegt en er is dus ook geen Lorentzkracht. Dat zou betekenen dat je een experiment hebt waarmee je kunt bepalen of je je in een bewegend of stilstaand stelsel bevindt. Maar dat kan niet volgens Einstein. Nou, hoe zit dat nou? Bedenk ten eerste dat die draad naar beneden beweegt met een snelheid v, en die noem ik hier v-draad. We bewegen immers mee met het elektron, dus we zien de draad naar beneden bewegen. In de draad bevinden zich positieve deeltjes. Dat is het metaalrooster dat met de draad naar beneden beweegt. En er zijn ook negatief geladen elektronen. Nou, die elektronen bewegen vanuit de draad gezien naar boven. En de snelheid van de elektronen in een geleider wordt de driftsnelheid genoemd. Die driftsnelheid veroorzaakt een stroom naar beneden in de draad. Een beetje verwarrend, maar dit zijn negatief geladen deeltjes. Als ze naar boven bewegen, dan is er een positieve stroom naar beneden. Omdat de draad nu vanuit het elektron gezien wordt, bewegen de elektronen ook nog naar beneden. He, dus die driftsnelheid is ook naar beneden gericht, maar die is kleiner dan de snelheid van het metaalrooster. Dus nogmaals, relatief ten opzichte van de draad bewegen die elektronen gewoon naar boven. En nu gaan we de relativiteitstheorie gebruiken. Je ziet dat het positief geladen deeltje veel sneller beweegt dan de elektronen. En dat betekent dat de afstand tussen de positief geladen deeltjes vanuit het elektron gezien kleiner is geworden. Dat geef ik hier weer. Hetzelfde geldt in mindere maat voor de elektronen, maar netto is het effect dat de draad vanuit het elektron gezien positief geladen is. Dus een negatief geladen deeltje wordt in dit geval door een elektrische kracht aangetrokken. Wat er vanuit de draad in het lab uh, gezien werd, dat zag eruit als een Lorentzkracht, maar dat ziet er dus nu vanuit het elektron gezien uit als een elektrische kracht. En zo wordt een magnetisch effect voor de ene waarnemer een elektrisch effect voor de andere waarnemer. En ook al noemen ze het anders, Lorentzkracht of elektrische kracht, ze zijn het eens dat het elektron door de draad wordt aangetrokken. Zo zie je dus dat de wetten van Maxwell ook al relativiteitsbestendig zijn. Anders is het met de tweede wet van Newton. Laten we eerst eens kijken hoe het voor 1900 was. Dit is de tweede wet van Newton. De resulterende kracht is massa keer versnelling en die versnelling is de afgeleide van de snelheid naar de tijd. Een bewegende waarnemer meet een andere kracht en een andere snelheid. Voor de snelheid geldt volgens de Galileetransformatie transformatie dat VA-accent is VA-V. Dat heb ik hier ingevuld. Ik werk vervolgens de haakjes weg. Dan zie je twee afgeleiden. De laatste afgeleide is de afgeleide van de relatieve snelheid naar de tijd. Maar die is nul, want die snelheid is constant tussen de twee waarnemers. Kortom, de kracht en versnelling zijn in beide stelsels gelijk. En een gevolg hiervan is dat de impuls in beide stelsels behouden is. Ja, wat gebeurt er nou relativistisch? De tweede wet van Newton moet je eigenlijk schrijven als de verandering van impuls per eenheid tijd. Dus dp gedeeld door dt. Met impuls is m keer v. Ik ga het niet helemaal laten zien. Maar volgens Einstein moeten we geen Galileetransformatie transformatie gebruiken, maar een Lorentz-transformatie. En snelheden tellen niet meer zo mooi op, zoals hier links. Um, en een ander gevolg is dat de impuls ook niet te behouden is als we uitgaan van m keer v. Nou, wat is nou de oplossing? Defineer nu de impuls niet als m keer v, maar als gamma keer m keer v. Dit wordt de relativistische impuls genoemd. En bedenk dat die gamma zelf ook weer afhangt van de snelheid tussen de waarnemers. Nou, als de impuls anders is, dan is ook te verwachten dat er, een, uh, dat er iets gaat gebeuren met de energie. Dit is weer die relativistische impuls. En wat is nou het verband met de energie? Dat wordt gegeven door de wet van arbeid en kinetische energie. De toename in kinetische energie is gelijk aan de verrichte arbeid. En arbeid was kracht keer verplaatsing. En die kracht die vind je dus via de tweede wet en is gelijk aan een verandering van impuls per eenheid tijd. Maar daar gaan we dus de relativistische impuls voor gebruiken. Als je dat met de relativistische impuls netjes uitrekent, dan ga ik hier niet voordoen, maar dan vind je dit verband. Vanuit stilstand is die kinetische energie geworden. Gamma mc-kwadraat, min mc-kwadraat. Dat lijkt helemaal niet op wat je gewend bent voor kinetische energie. Um, in het boek staat een opgave waar je kunt aantonen dat dit toch de bekende half mv-kwadraat oplevert voor lage snelheden. Nou, dit verband suggereert ook dat er een ander soort energie is. De relativistische energie. En de relativistische energie is e is gamma mc-kwadraat. Je herkent dat stukje erboven. En wat is dan die mc-kwadraat? Dat wordt de rustenergie genoemd. Als je invult v is 0, dan blijft deze energie over. Dus de relativistische kinetische energie is de relativistische energie min deze rustenergie. En hier staat iets heel geks. Een deeltje zonder snelheid heeft een bepaalde energie die afhangt van zijn massa. Ik zal zo in een voorbeeldopgave laten zien wat dat betekent. Maar kijk eerst eens naar de grafiek van de relativistische energie als functie van de snelheid. Die ziet er zo uit. Snelheid in eenheden C en langs de verticale as de eenheid van energie uitgezet in eenheden mc. En je ziet als je stilstaat dan begint de grafiek bij 1, dus bij mc. Maar door, door die gamma-factor neemt de grafiek steeds sneller toe. Het kost dus meer en meer energie om een deeltje te versnellen. En uiteindelijk gaat de grafiek naar oneindig. Dus deeltjes met massa kunnen niet met de lichtsnelheid bewegen. Nou, in het boek wordt overigens de term relativistische massa gebruikt, maar daar ben ik geen fan van. Er is maar één massa, en dat is de massa die je meet als je een voorheb of een deeltje in het lab uh, hebt. En dat dus niet beweegt ten opzichte van jou. De conclusie is verder hetzelfde als in het boek. Uh, om een deeltje sneller te laten bewegen heb je meer en meer energie nodig. Een deeltje kan gewoon niet met de lichtsnelheid bewegen. Nou laten we in deze voorbeeldopgave beter bekijken wat die relativistische energie is. Dit is de formule voor relativistische energie. En de opdracht is: bereken hoeveel energie het kost, uitgedrukt in. Eenheden mc om een deeltje te versnellen tot 90% van de lichtsnelheid, om het vervolgens verder te versnellen tot een snelheid van 99% van de lichtsnelheid en tot slot tot een snelheid van 99,9% van de lichtsnelheid. En daarvoor heb je deze gamma-factor nodig. Nou bereken eerst voor elk van de drie gevallen de gamma-factor. In het eerste geval is gamma 1 gedeeld door de wortel uit, 1-0,9 kwadraat. Want we vullen gewoon alles in in eenheden C. Dat is 2,29. Voor 99% van de lichtsnelheid vind je 7,09. En voor 99,9% van de lichtsnelheid vind je 22,4. Je ziet, hij gaat rap omhoog. De toename in energie is dan in het eerste geval die gamma keer mc. Dus 2,29 mc. -kwaraat. En als je het nog verder wil versnellen, dan gaat het om het verschil tussen de energie om het in één keer te versnellen tot. 99% van de lichtsnelheid min de energie om het te versnellen tot 90% van de lichtsnelheid. Het antwoord op opgave 1. Dus voor opgave 2 is het, het verschil, dan hou je over 4,80 mc. -kwadraat. En net zo voor de derde opgave 15,3 mc. -kwadraat. Je ziet dus, het kost steeds meer en meer energie om het deeltje minder te versnellen. Nou, wat betekent nu die mc? -kwadraat? Daar gaat deze voorbeeldopgave over. De rustenergie van een deeltje wordt gegeven door E0 is mc. Bereken de rustenergie van een proton in joule in mega-elektronvolt. En verder, de zon zendt elke seconde een enorme hoeveelheid energie uit. Bereken hoeveel massa daarbij per seconde in energie wordt omgezet. Zoek eerst de massa van het proton op. Dat is 1,6. 67 keer 10 tot de min 27 e kilogram, dat vind je in BINAS-tabel 7b. Vul het in de formule in voor rustenergie, dan vind je 1,50 keer 10 tot de min 10e joule. En dat moeten we nog omrekenen naar mega elektronvolt voor vraag 2. 1 elektronvolt is 1,602 keer 10 tot de min 19e joule. Dus een mega elektronvolt is een miljoen keer zo veel, keer 10 tot de min 13e, zoals hier staat. En dan moet je opdelen. Dan hou je over 938 mega elektronvolt Deze waarde vind je ook in binastabel 7b bij de massa van het proton. Want je kunt die massa dus weergeven in kilogrammen of in energie, omdat volgens Einstein de twee equivalent zijn. Nou, voor vraag 3 zoek je eerst het vermogen van de zon op. Dat vind je in binastabel 32c. Dus per seconde zendt de zon uit 3,85 keer 10 tot de 26ste joule. Je gebruikt weer de formule voor rustenergie, en maar nou andersom. En dan kom je op een massa van 4,28 keer 10 tot de 9e kilogram. Om je een beetje voor te stellen hoeveel dit is, dit zou gelijk zijn aan 7000 keer een Airbus 380 die vanaf de zon vertrekt. Elke seconde weer. 7000 keer. Uh, dat zal ik niet doen, want dat is een beetje saai. Maar dit waren er vijf en dat is dus nog uh, een heel aantal keer. We kunnen de berekening van de eerste voorbeeldopgave ook omdraaien. In plaats van de energietoename te berekenen om een deeltje te versnellen, zal ik laten zien hoe je uitrekent hoe snel een deeltje gaat met een bepaalde kinetische energie. De Large Hadron Collider, de LHC, kan protonen versnellen tot een kinetische energie van 7 tera-elektronvolt. Bereken welke snelheid de protonen bij deze energie hebben. Dit is weer de gamma-factor. Voor relativistische kinetische energie geldt gamma-1 keer mc kwadraat. De energie was 7 tera-elektronvolt. Zoek de massa op, dat was die 938 mega-elektronvolt van eerder. Dat is dus 938 keer 10 tot de min 6 tera-elektronvolt, om het in dezelfde eenheden te zetten. En als je dat netjes invult in de formule, dan vind je dat gamma min 1 is 7463. Die 1 moet naar de andere kant, dus gamma is 7464. En je ziet dus eigenlijk dat die rustenergie, mc-kwadraat, op deze schaal er niet meer toe doet. En als je dat helemaal netjes terugrekent, dan vind je dat v is 0,99999991c. Nou, binnen de significantie uh, betekent het gewoon eigenlijk, als je dit netjes afrondt, dat de snelheid gewoon gelijk is aan C. Dat is hij niet, hij komt steeds dichterbij. In de tweede paragraaf heb ik uitgelegd dat fotonen altijd met de lichtsnelheid bewegen. Nou, wat zeggen nu die nieuwe formules voor relativistische impulsen en energie over de fotonen? Dit zijn uh, de formules. Wat is nou de energie van een foton? Nou, bedenk ten eerste dat de snelheid gelijk is aan C. Reken nou eerst eens uit wat die gamma-factor is. Die wordt in beide formules gebruikt. Dit is de gamma-factor. Dan nou vul ik in voor v, vul ik in c. En dan staat er in die noemer, staat er c kwadraat gedeeld door c kwadraat. Dat is natuurlijk 1. Dus hier komt uit 1 gedeeld door de wortel uit 1 1. Maar 1 1 is 0. En de wortel uit 0 is ook 0. Dus dit is gelijk aan 1 gedeeld door 0. Dat kan niet. Dat is niet gedefinieerd. We hebben hier een probleem. Voor een foton wordt gamma zou je kunnen zeggen oneindig of is ongedefinieerd, dus die formules voor impuls en energie die leveren onzin op. Hoe kunnen we dit nou oplossen? Nou, voor, voor fotonen geldt dus ze bewegen met de lichtsnelheid en die formules kunnen alleen maar uh, gered worden eigenlijk als we ook aannemen dat ze geen massa hebben. Want als de massa ook nul is, ja, dan is het de uitkomst van impuls en energie volgens de formules links is ongedefinieerd. Dan moeten we dus andere formules voor gaan gebruiken. Maar het is in ieder geval zo dat ze geen onzin opleveren. Waar komt die energie dan wel vandaan? Nou, uit kwantum. Een foton is een kwantumdeeltje. E is h keer f. Dat is de energie van een foton. En voor de impuls volgt dan P is e gedeeld door c. Dat zal ik later uitleggen. En dat volgt wel uit de relativiteitstheorie. De conclusie is zover. Alle deeltjes zonder massa moeten dus met de lichtsnelheid bewegen. En alle deeltjes met massa die moeten langzamer dan het licht bewegen. Ik heb nu alles uitgelegd wat ook in het boek staat, maar er zijn nog twee dingen waarvan ik vind dat je ze eigenlijk wel moet weten. Het is zonder het niet uit te leggen omdat we er al bijna zijn. Het is alsof je de Mount Everest beklimt, maar bij het laatste tussenstation denkt: laat maar zitten die top, want daar ligt vast ook een heleboel sneeuw. Ik heb er geen zin meer in. We gaan dus gewoon toch nog eventjes naar de top um, en we beginnen eerst met het optellen van snelheden, want daar is iets geks aan de hand. Stel je een honkballer voor die een bal wegslaat met een snelheid van vb. Vanuit het stelsel van de honkballer geldt natuurlijk dat die snelheid gelijk is aan de afgeleide van de plaats, positie, naar de tijd. Nou zetten we die honkballer op een trein met een snelheid v en uh, we gaan langs het spoor bekijken wat er gaat gebeuren. Welke snelheid heeft nu die bal? Volgens een waarnemer langs het spoor. Je bent gewend dat snelheden gewoon optellen. Maar dat gaat fout, zodat voorwerpen in de buurt van de lichtsnelheid komen, want dan zouden deeltjes wel eens sneller dan het licht kunnen gaan bewegen, maar dat heb ik eerder laten zien dat dat niet kan. Nou, Dit is de afleiding. De snelheid die we langs het spoor meten, is de afgeleide van de positie die wij meten langs het spoor, naar de tijd die wij ook langs het spoor meten, dat is hier die x-accent en die t-accent. Die wil ik vertalen naar wat de honkballer meet, en daarvoor gebruiken we de Lorentz-transformatie. Maar let op, we gaan hier de andere kant op. We gaan van het bewegende stelsel uh, naar ons stelsel. En eerder in het boek stonden de transformaties andersom opgeschreven. Ik gebruik hier ook de accentjes andersom. Maar je krijgt deze vergelijking. Ik vul dus in de Lons-transformaties voor plaats en tijd. Er staan hier kleine toenames in plaats en tijd vanuit die dx en dt. Kijk even naar die toename in plaats. Die noemen wij delta, delta x-accent of dx-accent. En dat is gelijk aan de toename dx die de honkbalder meet, plus de afstand die de honkbalder in een kleine tijd met de trein heeft afgelegd. Dat is die V keer dt. Maar goed, volgens Lorenz moest dat nog een keer die gamma-factor. Vandaar dat het hier zo staat, met een plus en niet met een min zoals ergens anders in je boek staat. Hetzelfde geldt voor de uh, tijdtoename in de noemer. En dan krijg je dus deze vergelijking, die gamma die deelt mooi weg, dan hou je dit over. En nu deel ik teller en noemer door dt. Dan krijg je deze vergelijking. Controleer zelf dat het klopt. Maar je, wat je ziet is dus weer dx en dt. Twee keer in de teller en in de noemer. Maar dat was de snijd volgens de hongballer. Dat is Vb volgens de hongballer. En dat vul ik hierin. Dan vinden we dus dat de snijd die wij meten voor de bal langs het spoor gelijk is aan de snijd die de hongballer meet in de trein plus de snelheid van de trein ten opzichte van ons, gedeeld door iets ingewikkeld. Laten we kijken wat dat concreet betekent in een voorbeeldopgave. Toon aan dat voor snelheden veel lager dan de lichtsnelheid, snelheden optellen zoals Galilei zou verwachten. Die honkballer slaat in de trein een bal weg met een snelheid van 0,6c. De trein rijdt in dezelfde richting met een snelheid van 0,6c volgens een waarnemer langs het spoor. Leg uit dat je de snelheden niet zomaar kunt optellen. En bereken de snelheid van de bal volgens een waarnemer langs het spoor. Dit is weer de formule voor het optellen van snelheden, relativistisch. Nou, als de snelheid veel kleiner is dan c, dan is v gedeeld door c gelijk aan 0. Die term komt voor in de noemer van de formule linksonder. Dat betekent dat daar dus eigenlijk staat 1 plus 0. En dan hou je over v-accent b, de snelheid van de bal die we langs het spoor meten, is de snelheid van de bal in de trein plus de snelheid van de trein. Precies wat je zou verwachten. Waarom mag je die snelheden niet gewoon optellen? Als we het wel hebben te maken met grote snelheden, zoals hier, dan tel je dus op 0,6c plus 0,6c is 1,2c, is groter dan de lichtsnelheid, en dat kan niet. Voor vraag 3 moeten we dus de formule gebruiken die hieronder in het scherm staat. De snelheid is 0,6c voor de honkbal en 0,6c voor de trein. Als je dat netjes invult, dan krijg je... Dat de snelheid van de bal langs het spoor gelijk is aan 0,88 c. En dat is netjes kleiner dan de lichtsnelheid. Wel sneller dan wat je zou meten als je, de, uh, als je met de honkballen meereist, maar niet sneller dan het licht. Tot slot, het laatste toetje. Dat gaat over wat er in de relativiteitstheorie nu eigenlijk wel gelijk blijft. Steeds lijkt alles maar anders voor verschillende waarnemers. Je wordt er helemaal gek van. Maar er is hoop. Want ten eerste, de lichtsnelheid is natuurlijk altijd gelijk. Dat is lekker makkelijk. Maar er zijn nog wat andere dingen die we gelijk kunnen laten zijn. Nou, energie en impuls zijn wel relatief. Dit waren de vergelijkingen voor relativistische energie en impuls. En ik heb het niet laten zien, maar je kan ook wel aanvoelen dat verschillende waarnemers verschillende energie en impuls zullen meten. Die hangt af van hun relatieve snelheid. Ook daarvoor zijn Lorentz-transformaties. Ga ik je niet mee lastigvallen. Ik ga je wel met iets anders lastigvallen. Kijk nou eens naar... Deze combinatie van energie en impuls. E kwadraat min p kwadraat keer c kwadraat. En de gamma-factor heb ik nog even in het scherm staan, want die hebben we nodig. Dit ga ik uitwerken door de formules die hier staan in te vullen. Dan krijg je gamma kwadraat keer m kwadraat keer c tot de vierde. Min gamma kwadraat m kwadraat v kwadraat keer c kwadraat. En nou haal ik even die gamma kwadraat m kwadraat c tot de vierde buiten haakjes. Nu vul ik in de gamma-factor. Die is gekwaliteerd, dus die wortel valt weg. En dan zie je precies dat er staat 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat. En dat staat ook in de noemer. Dat deelt dus tegen elkaar weg. Dit is wat je overhoudt. e kwadraat min p kwadraat keer c kwadraat is m kwadraat keer c tot de vierde. Maar kijk eens goed wat er rechts staat. De massa is voor alle waarnemers gelijk, want die is gedefinieerd in het stelsel van het voorwerp waarvan je de massa meet. En de lichtsnelheid is ook gelijk voor alle waarnemers. Dus deze combinatie is voor alle waarnemers gelijk. Dat noem je invariant. Hij verandert niet als je van het ene stelsel naar het andere stelsel gaat. Ter herinnering: een inertiaal stelsel is een coördinaatstelsel dat met constante snelheid ten opzichte van een ander stelsel beweegt. Als je nou in deze formule invult dat de massa nul is, zoals voor een foton, dan volgt dat de energie van een foton gelijk is aan de impuls keer C. Oftewel, de impuls is E gedeeld door C, zoals ik eerder heb laten zien. Dat volgt dus uit de formules van relativiteit. Kunnen we nou voor ruimte en tijd ook zo'n truc uithalen? We hebben al gezien dat het ook relatief is. Uh, twee waarnemers met verschillende snijden zijn het er nooit over eens. Kunnen ze het wel ergens over eens worden? Even terug naar de lichtklok uit paragraaf 3. Dit is hem. Daarvoor gebruikten we Pythagoras. Die schuine zijde in het kwadraat is gelijk aan de verticale afstand d kwadraat plus de horizontale afstand delta x accent kwadraat. Nou, die schuine zijde, daarvoor kan ik invullen c keer delta t accent. En voor de verticale uh, uh, lengte, voor de verticale zijde kan ik gebruiken c keer delta t. Als ik dat invul, krijg ik deze vergelijking. De lichtklok even weg. Nu haal ik alle termen met een accentje naar links. Dan krijg je dit. En nu ga ik een trucje uithalen. Bedenk even dat die delta t de tijd is die uh, plaatsvindt als je met de klok meebeweegt. Maar als je met de klok meebeweegt, dan verplaatst die klok niet. Dan is delta x dus gelijk aan 0. Ik mag dus gewoon aan de rechterkant delta x, uh, delta x kwadraat ervan afhalen. Want dat is gewoon 0, dus dit blijft nog steeds waar. Lijkt een flauwe truc, maar let op wat er nu gebeurt. Je meet dus langs het spoor een tijd, delta t accent, en een plaats, verplaatsing eigenlijk, delta x accent. En je vult het in hier links. Degene in de trein doet hetzelfde, delta t en delta x. Hetzelfde soort uitdrukking, maar die is gelijk. Die is weer invariant. Deze combinatie van tijd en lengte wordt een uh, ruimte-tijd-interval genoemd, delta s kwadraat. En dat is dus c kwadraat keer delta t kwadraat min delta x kwadraat. En ook die is invariant en gelijk in alle inertiaalstelsels. Wat heb je daaraan? Nog één laatste voorbeeld. Dit is weer een ruimtetijddiagram. Let op de eenheden: tijd in seconden, afstand in lichtseconden. Stel dat jij met 3 vijfde van de lichtsnelheid beweegt van mij af. Dan is gamma 1,25 en zijn dit jouw tijd en x-as. Als je nou gedurende 4 seconden met een zaklamp schijnt. Deze gele pijl geeft uh, even alleen maar aan wanneer jouw zaklamp aan is. En dus niet de lichtstraf van de zaklamp. Maar volgens jou duurde dat dus 4 seconden. Dan ben jij in die tijd uh, op dezelfde plek gebleven, natuurlijk. Want jij beweegt niet ten opzichte van jouw eigen stelsel. Dus delta t-accent is 4 seconden. Zolang is jouw uh, zaklamp aan. En delta x-accent is 0 lichtseconden. Je verplaatst je niet. Maar wat vind ik daar nou van? Volgens mij duurde het niet 4 seconden, maar 5 seconden. En in die 5 seconden ben jij wel degelijk verplaatst, namelijk 3 lichtseconden. Dit is hoe je het afleest in het ruimtetijddiagram. Als je dat niet meer helemaal precies weet, kijk dan nog even terug naar de video van paragraaf 4. We zijn het dus niet eens over uh, tijd. We zijn het ook niet eens over plaats. Maar zijn we het dan misschien wel eens over uh, het ruimtetijdinterval, die delta S omdat ik hier secondes en lichtsecondes invul, hoef ik geen uh, c ook nog eens in te vullen. Dus c kwadraat delta t kwadraat min delta x kwadraat is 5 kwadraat. Ja, jouw tijd toename volgens mij. Min 3 kwadraat, de afstand die jij hebt afgelegd volgens mij. Dat is gelijk aan 16. Maar 16 is gelijk aan 4 kwadraat. Hey, en dat is precies gelijk aan jouw tijd toename in het kwadraat min 3. ...jouw verplaatsing in het kwadraat die nul was. Oftewel, dit is gelijk aan zeker delta t-accent-kwadraat. En we zijn het dus gewoon eens. Dit is iets wat voor ons allebei gelijk is. Nou, bij ingewikkeldere berekeningen kun je gebruik maken van deze invariante grootheden... ...voor ruimte en tijd, maar ook voor energie en impuls. Uh, dat is ook hoe natuurkundigen dat uh, in ieder geval doen. Uh, dat wil ik je verder ook niet aandoen. We hebben een tipje van de sluier opgelicht... ...en je hebt een klein beetje een indruk gekregen hoe dat in zijn werk gaat. De laatste samenvatting... Ten eerste heb ik laten zien dat elektriciteit en magnetisme eigenlijk hetzelfde zijn, maar afhangen van hoe snel je beweegt ten opzichte van het uh, verschijnsel. En ik heb uitgelegd dat we een nieuwe impuls moeten hebben, de relativistische impuls, gamma keer m keer v. Ook een nieuw soort energie, gamma mc kwadraat. En dat deeltjes dus ook een rustenergie hebben als gevolg daarvan, m keer c kwadraat. Wat eruit volgt is dat massa en energie equivalent zijn. Uh, massa is niet behouden, energie is niet behouden, maar als je ze samen neemt, massa en energie samen, dan is dat wel behouden. De massa kan omgezet worden in energie en andersom. Fotonen kunnen helemaal geen massa hebben. En uh, snelheden kun je ook niet zomaar optellen, die tellen relativistisch op, volgens deze formule. Um, energie en impuls zijn relatief, net als ruimte en tijd, die hangen dus af van de snelheid van de waarnemers ten opzichte van elkaar. En uh, je kunt daar een invariante grootheid mee maken, namelijk e-kwadraat min p-kwadraat keer c-kwadraat. Dat is invariant, gelijk in alle inertiaalstelsels. En hetzelfde geldt voor uh, plaats en tijd. Dit is het ruimtetijdinterval delta s-kwadraat. Die is ook invariant. Dit was de laatste video van hoofdstuk 15. Ik hoop dat je uh, er veel van geleerd hebt. In ieder geval denk ik dat het wel bijzonder is dat je uh, nu iets weet over relativiteitstheorie. Je doet het altijd goed op feestjes... Veel succes met het afronden van dit hoofdstuk en met het maken van de toets uiteindelijk.